bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een Albert Heijn boodschappen shoplog. Mijn vriend en ik zijn net even bij de Albert Heijn Miro in Enschede geweest en hebben weer wat dingetjes meegenomen. We hadden nog redelijk wat in huis in de koelkast, in de voorraadkast en zo, maar Sterre, mijn dochter, gaat maandag weer naar school. Roy moet gewoon weer werken en zo, dus we hebben toch weer een paar dingetjes gehaald en die laat ik in deze video zien. Alles bij elkaar was ongeveer 65 euro en de Pringles, daar begin ik even mee, die was 1 plus 1 gratis. Deze heeft Roy uitgekozen. En ik weet dat Sterre de paprika lekker vindt, dus die voor van de week. De sweet chili saus was op, dus daarvan een grotere fles van meegenomen. We gaan van de week wraps eten, de gehakt sla en allerlei dingen, dus die meegenomen. En Roy kwam aan met mini pizza salami, een soort picoline, maar dan van het Albert Heijn huismerk. Voor school heb ik voor Sterre deze Prins Mini Stars gekocht als... Nou, voor in de broodtrommels. Ze zit in de eerste. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel lastig vind om te bedenken elke keer wat ze mee moet nemen. Want ja, ze lust niet heel veel. Of ze eet niet heel veel. Dus ik probeer altijd wel wat extra's mee te geven. Maar ik kom 9 van de 10 keer mee terug. Maar goed, dan moet ik even mijn draai nog in zien te vinden. Custardcakejes voor bij de koffie. Halfvolle koffiemelk. En opschuimmelk. Dit vind ik heel erg lekker met cappuccino en zo. Een Tubezaanse halfvolle mayo. En wat is dit? Old Amsterdam verse roomkaas. Dus een soort oude kaassalade, maar dan van Old Amsterdam zelf. Dit is voor vanavond op mijn stokbroodje. En terwijl ik het net over het stokbrood heb bij de roomkaas, zeg maar, bedenk ik me dat de stokbrood achterin nog in de auto ligt. Maar goed, die hebben we ook gehaald. Verder nog 2 bakjes hondenvoer. Een Gelderse rookworst. Een potje boerenkool. Aardappeltjes. Voor een airfryer en een doosje kipnuggets. 1,5 Saans wit, die gaat straks in de vriezer. Tex-Mex geraste kaas voor de wraps. Een bakje Optimal Griekse yoghurt stijl kers. En 2 pakjes jong belegen of jonge kaas. Was 1 plus 1 gratis. Natuurlijk zijn de almohoekjes ook weer meegegaan. 2 Venetië en 2 keer de chocoladeballetjes. Een stukje brie op het stokbrood vanavond. Yum yum noodles, chicken en beef was 1 plus 1 gratis. Plakjes cheddar voor op de broodjes. Hamburger morgen voor op de barbecue. En scheermesjes. Ik kom bijna ruimte tekort hier op tafel. Maar goed, we gaan verder. Een zakje ijswagsla voor de wraps en voor de broodje hamburger. Aardappels, vastkokend voor de borrelkool. Een triootje paprika's. Deze neemt Sterre mee naar school de komende week. En die is voor mij om op te snacken. Ze lust alleen maar de rode. Een triootje filet américain. Granny Smith appels. En kipfilet bieslook. En dan hebben we ook nog een paar blikjes energiedrank meegenomen. De sugar free. 6 in totaal. Er staan er nog een paar in het kratje. Een bakje granaatappelpitjes. Dat vind ik lekker om zo te eten. Of door de Optimal. En als vlees hamburgers en... Dat waren weer alle boodschappen die wij bij de Albert Heijn hebben gehaald. Ik ga dit allemaal even opruimen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video.